We zijn hier bij Toekomst Bunsbeek en ik heb hier twee nieuwkomers bij mij zitten, links en rechts van mij. Ja, het zijn nieuwkomers althans voor de kijkers van Sport van Hier, want we hebben ze nog nooit eerder voor onze camera gehad. Ik ga beginnen met de persoon rechts van mij. Wie ben jij? Ben Marshall, centraal verdediger. Ik ben nieuw hier en ik kom van Hoegaarden. En waarom heeft Ben de overstap gemaakt van Hoegaarden naar Bunsbeek? Goede vraag. Ik denk dat het een beetje gewoon tijd was voor iets anders. Want ik heb heel mijn leven in Hoegaarden gespeeld, ik denk 12 jaar. En ik denk gewoon tijd aan iets anders. En een interessant project hier in Bunsbeek, dus dat sprak mij wel aan. Dus ik denk daarmee vooral die stap gemaakt. Wie heeft u weten te overtuigen? Trainer Gunther, de T2, Thibaut of de keeperstrainer? Zeker Gunther heeft er een belangrijke rol in gespeeld. Ja. Ik denk dat het vooral Gunther was. Ja. Dan kom ik met de andere persoon. Ik ben Zian Gurney, ik ben spits en ik kom in Kortenaken. En waarom heeft Zian de overstap gemaakt? Ook zoals Ben wel zegt, dat tijd was voor iets anders. In Kortenaken kwam ik niet zo veel aan spelen toe. En ik ben hier komen praten en het project stond me wel echt meteen aan. En jij bent zeer goed van start gegaan. Ja, een goede wedstrijd gehad, ja. En een goede wedstrijd, dat vertaalt zich in doelpunten in uw geval. Ja, dat is waar. Ja, jij bent spits van Bunsbeek. Ja, kan je eens vertellen hoe dat die eerste wedstrijd eigenlijk voor Bunsbeek verlopen is? In het begin was het een beetje zoeken en ging het niet heel vlot. Maar dan na 10 minuten zijn we in de match gekomen, begonnen we kansen te krijgen en hebben we eigenlijk 3 keer heel snel naar elkaar kunnen scoren. En vlak voor rust krijgen we dan jammer genoeg de 1-3 binnen. En na de rust krijgen we dan snel terug een doelpunt binnen en ja, dan was het eigenlijk... moeilijk tot op het einde, want wij probeerden wel, maar bij ons lukte het niet. En ik denk niet dat Melder nog echt tot kansen kwam. Dus dan is het bibberen geweest tot in de laatste minuut? Ja, dat zeg ik dan wel, ja. Ja, heeft Melder dan een frisse indruk gemaakt op jullie? Ja, ik denk het wel. Ik denk Melder is een volledig nieuwe ploeg. Dus ik denk dat niemand echt wist wat ervan te verwachten. En ik denk dat ik wel positief onder de indruk was van het nieuwe Melder. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, en uit mijn gesprek met de T2 en de T3 in de voorbeschouwing van het seizoen bleek dat Bunsbeek ambitie heeft dit jaar in die vierde provinciale. Dus die eerste 3 punten, ja, dat is al wel gekomen, veronderstel ik. Zeker. Die zijn heel belangrijk voor de rest van het seizoen. We hebben een goede start gemaakt. Een beetje onnodige en... een beetje onnodige goalen tegen gehad gewoon... Maar daar kan aan gewerkt worden. Dus ja, een goede start gemaakt voor de volgende matchen. En deze week de training is dan veel rustiger verlopen. En op het laatste geëindigd met frietjes met curryworst. Ik ga niet zeggen dat de training rustiger verlopen is. Want dinsdag hebben we toch wel redelijk pittig getraind. Ook omdat we weten dat Atlas als titelfavoriet er wel voor het gaan. En dat ze met niks minder content zijn. Dat we ons daar ook op voorbereiden. Ja, wat mogen we dan verwachten van die week, van die wedstrijd dit weekend tegen Atlas? Want ja, Atlas, uitgesproken titelfavoriet. Jullie hebben min of meer toch die ambitie om ze het op zijn minst moeilijk te maken. Dus welk Bunsbeek gaan we zien verschijnen? Ik denk dat het vooral veel zweten gaat worden, want aangezien de temperaturen. Ik denk een zeer goede wedstrijd. Twee goed voetballende ploegen tegen elkaar, goede duels. Dus ik denk dat zondag af te wachten is. Ik denk moeilijk om een voorspelling op te plakken. Dus we zullen wel zien. Ja, en wat mogen we verwachten van Bunsbeek dan? Ik denk zeker niet dat we terug gaan kruipen. Ik denk dat we gewoon ons eigen spel gaan spelen. En ik hoop en denk wel dat dat genoeg gaat zijn om Atlas het zeer moeilijk te maken zondag. Het zeer moeilijk maken, dat is hetzelfde als 3 golen maken en de wedstrijd beslissen. Ja, daar ga ik bij akkoord, ja. Waar mik jij zelf nog op dit seizoen? Wat hoop je nog te bereiken hier bij Bunsbeek? Ik hoop eerst en vooral dat we als ploeg een goed resultaat halen en dat we onze ambities kunnen waarmaken. En voor mijn eigen hoop ik dat ik wel vaak mijn doelpunten kan meepikken. En voor u, Ben, een clubicoon hier worden bij Bunsbeek of wat is de ambitie? Gewoon dit seizoen een goed seizoen draaien. Het is een heel toffe groep, er zit goede voetbal in, dus... Kijk, vooral dit seizoen goede resultaten halen. En dat gaat denk ik ook zeker lukken. Ja, dus ook hier in de vierde provinciale reeks staat er dit weekend eigenlijk al op speeldag 2 een heuse topper op het programma. Waar moeten de mensen zijn? Want dat is misschien ook nog belangrijk om te vermelden. Wat bedoelt je?
Ja, waar gaat de wedstrijd door? Ah, hier in Binswijk gaat de wedstrijd door, ja. Om welk uur? Om 3 uur, denk ik. Dus zondag om 3 uur, Bunsbeek, toekomst Bunsbeek, speelt dan thuis, ja, tegen Atlas Linter.